Nou, Sasse Nonk, we zijn in Nijmegen en wat heb ik eventjes opgedoppeld? Ja, ik kon het niet laten lopen. Twee mooie pages en er hoort nog een prins bij. Hij stelt zich nu eerst even zelf voor. Ik ben prins Ruud, de eerste van het Urnenrijk in Wijchen, uit Wijchen. Helemaal uit Wijchen hier naartoe gekomen? Helemaal uit Wijchen, maar ja, het is 8 kilometer ten westen van Nijmegen. Dus het is voor ons een klein eindje als ik eerlijk ben. Oh, ik dacht een heel eindje. Maar je had twee adjudantes, maar ik had al eerder tegen de moeders gezegd van... Ik heb niet zoveel met adjudantes, ik vind de pages het mooist. Waarom kies je pages? Is dat een traditie? Hoort dat zo? Ik denk inderdaad dat het een traditie is, het hoort zo. En het is ook wel fijn, twee adjudanten, want er zijn eigenlijk twee regelneven. En twee, ja, voor het plaatje wel mooi, twee mooie dames erbij. Dus dan is het plaatje compleet, toch? Ja, daarom heb ik het plaatje ook compleet gemaakt met twee pages. Ik vind het natuurlijk geweldig. En wie ben jij? Ik ben Lisanne, ook uit Wijchen. En page bij Prins Ruud. Heb je affiniteiten met het carnaval of is dit je eerste keer? Ja, eerste keer als page. Bij ons mag je maar één keer page worden, maar zeker affiniteit met carnaval, ja. Ah, dat is leuk. Dan ga ik even naar een schoonheid naast mij. En wie ben jij? Ik ben Lotte, ook uit Wijchen en ook page bij Prins Ruud. En hoe heet dat page? Word je gekozen door de prins zelf of is dat door middel van een stemming? Hoe gaat dat bij jullie? Nee, je wordt inderdaad gekozen uit, door de prins zelf en dan kan je zeggen ja of nee. Oké, maar het is niet zo dat je 20 dames hebt en dan kiest hij de mooiste uit? Nee, ja, was het maar zo, dan kan ik zeggen dat ik de mooiste was. Wij hebben natuurlijk iets van onszelf uit Sassendonk. Wij zijn een tv-youtube-kanaal. De grootste in Zwolle, ook de enigste natuurlijk, hè? Ja, zeker. Maar wij doen heel veel voor het carnaval en wij hebben iets uit Zwolle meegenomen en die wil ik graag aan jullie drieën overhandigen. Het is niet zomaar iets, want je krijgt hem niet zomaar, want er zit normaal gesproken zit er bij ons een actie altijd aan en die heet voor een tientje ben jij ons vriendje. Alleen speciale mensen die krijgen hem voor niks. Oh. Dus ik wil hem aan jullie drieën overhandigen. Ja, fantastisch, Hans. Ik heb er nog een paar. En de moeders die stonden ook al van, ja, wij ook. Zei, nee. Zei, een prins en pages. En de moeders die staan al te lachen. Ja. Om ook films op te nemen. Ja. Dus ik wil eerst bij de prins beginnen, als jullie het goed vinden. Nou, Hans, helemaal top. Ik voel me zeer vereerd. Als jullie helemaal uit Zwolle hier richting Nijmegen komen... om een bijdrage te leveren aan het carnaval. Echt fantastisch. Want het carnaval, dat mag niet verloren gaan. En dat moeten we samen overeind houden. Echt helemaal top. En succes met alles wat jullie doen. Kijk, dat is natuurlijk ook de leus hier in Zwolle. En vooral bij ons heerst het, de jeugd heeft de toekomst. Nou, als ik dan kijk naar hier. Ja, ik sta eigenlijk een beetje met de rug naar jullie toe. Maar ja, het mooiste, dat staat altijd achter je, zeggen ze. Dus ik hoop dat het nou ook zo... Maar ik ben nog niet klaar, want ik heb er natuurlijk... twee pages, heb ik gezegd. Hij gaat natuurlijk ook naar een page. Oké. En dan als je het niet erg vindt, ik vind het altijd een voordeel, ik mag zoenen. Dankjewel. Nou. En dan hebben we nog een page. Ik kreeg net te horen van, we hebben een hele beste aardige meneer naast ons staan. Wie bent u? Want u staat er zo mooi naast een page, maar... Ik ben Frank en ik kom uit Overasselt. En wat is je functie? Want daar ben ik altijd wel benieuwd naar. Ik ben adjudant bij de Prinsgroep 2018 van Wijchen. Eén van de adjudanten. Nou, dan moet eigenlijk de andere adjudant ook zo meteen even een onderscheiding krijgen van ons. Dan halen we straks wel eventjes erbij, doen we even in de zaal. Dan wil ik je ook bij deze. Dankjewel, Hans. Graag gedaan en dragen met ere. Hans, dank voor deze mooie woorden. Maar ik wil toch ook van de gelegenheid gebruik maken dat ook in Zwolle even kennis gemaakt wordt met het Urnenrijk uit Wijchen. Ik ken één of twee personen in Zwolle. Dat zijn Karin Koek en Robert Schaart. Ja, heel mooi. En ik ga hier aan Hans... jullie cameraman en de interviewer uit Zwolle een prachtige onderscheiding overhandigen uit Wijchen. Groetjes uit Wijchen. Kijk eens, Hans. Dit kost eigenlijk 25 euro, maar we hebben het er niet over.
Je hebt altijd mensen die weer iets meer hebben uit te leggen. Nee, hartstikke leuk, dankjewel. En ja, Gert, ik denk dat het mooi is. Hè? We gaan zo eventjes nog in de zaal dat je dan doen. Ik hoop dat jullie nog heel veel plezier hebben deze dag. En maak de moeders maar jaloers hoor, met die mooie medaille. Want die wouden hem ook. Ja. En die krijgen hem niet. Okay. Jongens, nog een hele fijne dag verder. En top, bedankt. Ah, daar komt Antje dan. Goeiedag. Ton Kosterman. Ja. Hallo. Ja, zeg het maar. Ton Kosterman. Ton Kosterman. Ik heb al aangegeven, wij geven iets weg. Normaal gesproken in Zwolle knokken ze erom, moeten ze het voor betalen. Ik vond het zo leuk en vooral die pages op dat toneel. Ik zeg nou, ik zet heel Gert onze kamer, daar gaan we wat mee doen. Ook voor jou. Kijk eens aan. Een collectors item van Sassendonk TV. Ja. Heb er veel plezier mee en ik heb net ook al tegen... En misschien ooit nog een keer tot in Zwolle. Zeker. Dus daar staat de man van de vereniging die 55 jaar volgend jaar bestaat. Dus misschien dat er een contactje te leggen is. Wij gaan ons stinkende best doen om 5 keer 11 is 55. Carnavaleske taal. Ja. We gaan ons uiterst best doen om er gewoon bij te zijn in Zwolle. Nou, mooi. Ja, daar gaan we voor. Oké, hey, hele fijne dag verder. Dank jullie wel. Okay. Ik ben gewoon feestje op het podium. Kijk.